De scheepvaart is op doorvaart en zij zijn slechts de gast in onze gemeente. Guus Barnstein woont hier al tientallen jaren. En in die tijd is het Amsterdam-Rijnkanaal bijna 100 meter dichterbij gekomen. Guus is onder andere huiverig voor de vieze lucht die de schepen uitstoten. Dit zijn filters. Het middelste is een nieuw filter. En dat zijn 13 maanden die ik elke maand een nieuw filter heb gegeven. En dit is een beetje roet. Wat wij dus inademen. De autostrade is daarachter, dus wat is vervuilender als wij niet meer varen of we mogen niet meer liggen? Alles moet op vrachtwagen. Dan gaan de mensen hier pas echt beginnen klagen als de autostrade hier helemaal vol zit van, van Rotterdam tot Amsterdam. Maar het gaat niet alleen om de luchtkwaliteit. De bewoners ergeren zich ook aan de schippers die de regels maar aan hun laars zouden lappen. Dat fietspad wat je daar ziet is gewoon geblokkeerd door loopplanken van de cruise En de fietsers die rijden hem om of stappen hem af. Stel je voor dat schipje, het kleine bootje wat hier voor je ligt, is leeg. Ga eens met een grote voorhamer in beuken om een deuk eruit te halen. Je wil niet weten hoeveel geluid dat geeft. We moeten ook wat onderhoud doen aan een schip. En, en ja, dat dat soms wel lawaai meebrengt. Maar overdag zou dat volgens mij geen probleem mogen zijn. De gemeente wil niet voor de camera reageren. Maar laat schriftelijk weten op de hoogte te zijn van de klachten. Volgens haar zijn deze alleen lastig te controleren. omdat de schippers vaak na enkele uren alweer gevlogen zijn. Daarom zou de lokale politiek graag een soort noodlijn willen. Dat je dus direct ergens naartoe kan bellen. Desnoods moet het gekoppeld worden aan 112. Dat meteen hier iemand naartoe kan komen om uh, de overtreding te kunnen zien. Maar zolang die er nog niet is, houdt Guus hier de boel nauwlettend in de gaten. Ik heb een hele lange adem. En ik heb een heel hou, een lang vast En de aanhouden wind.